Hoi, ik ben een kabeljauw. Geintje, geen geintje. Laat me je een verhaal vertellen over wat nou duurzame vis is. Een kabeljauw zoals ik zelf komt via een paar stappen op je bordje. Ik ben zelf de eerste stap. Hoi, ben ik weer. De volgende stap zijn de vissers die me opvissen. In dit geval deze, uit Noorwegen. Hei, hei. Als ik aan land kom, wordt de zorg voor mijn verrukkelijke vissenlichaam met achterhaalbare afkomst overgenomen door de koene keurmeesters van de visveilingen. Leuke mensen, zeer betrouwbaar. Vervolgens gaan de medewerkers van de verwerkingsmachines in bijvoorbeeld Duitsland met me aan de slag. Jawohl, guten Tag, schnitzel. Ah nee, lol. En ik eindig in de capabele handen van een lokale visspecialist, waar onder andere jij je vis koopt. Hé, hey, jij ook hier. Elke stap uit dit proces is afzonderlijk bekend en goedgekeurd volgens de richtlijnen van de MSC. En zo ben ik volledig traceerbaar. Mm-hmm. Zo weet je dat de vis die jou beloofd is, de vis is die jou beloofd is. Ja, toch.